We hebben vorig jaar september hebben we een heel gesprek gehad met Barbara Visser, waar jullie ook aanwezig waren dan. En sindsdien hebben we niks meer van Defensie gehoord. Niks meer. En dat vind ik echt diep treurig. Ja. Nou, ik denk dat wij, omdat wij niks gehoord hebben, dat het gewoon iedere keer de wisseling van de wacht is. Er is weer ruim een jaar verstreken en Giel en Danny hebben niks meer vernomen van Defensie en of Barbara Visser. Ze heeft inmiddels een functie elders, maar het stilzwijgen van Defensie staat toch haaks op de belofte die Visser in Kerkrade deed. Volgens mij geldt dat iemand mij hierop staat te wachten, ja. Maar wilt u om nu het gesprek erover even aan te gaan en ja, te kijken wat er nog meer speelt. Want even nog één ding. De reden dat ik hier ben, zijn deze... Nee, ik wil nog één ding. Wilt u nou stoppen met nee, helemaal niet. Ja, ik moet even aan corona denken. Ja. Even één dingetje nog. Ga even heel even een ladderke los. Wil u nou die staatssecretaris zijn? Die zegt van, ik ga die fouten van Defensie herstellen. Ik heb sorry gezegd, maar ik ga ze ook echt herstellen. Of wil u die staatssecretaris zijn, de geschiedenis ingaan als die staatssecretaris die meedoet met het politieke spelletje over de ruggen van zieke mensen die ziek zijn geworden door Defensie? Ik ben die staatssecretaris die hier is om het gesprek aan te gaan. Ja, maar kopen die mensen niks voor. Horen welke zorgen er zijn. Maar daar kopen die mensen niks voor. En om ervoor te zorgen dat aan de ene kant geluisterd wordt naar hun zorgen, aan de andere kant kijken wat ik daaraan kan doen als staatssecretaris. U weet wat u eraan kan doen. Dat zal ik ook blijven doen. Maar u doet dus mee aan die politieke spelletjes. Zo gaat u dus de geschiedenis in. Dat zijn uw conclusies. Toch blijkt die conclusie niet ver gezocht. Nu Barbara Visser wel degelijk de geschiedenis ingaat als de staatssecretaris van Defensie die niet heeft gezorgd voor erkenning van de Chroom 6-slachtoffers. Zij wachten nog steeds op een algehele schadeloosstelling en op erkenning. Maar voor velen van hen is Defensie te laat, nu zij de tijd niet meer aan hun zijde hebben. Totale plaatje zitten we nu rond de 280 personen wat al overleden zijn. Defensie heeft dan auto twee keer erkend dat ze fout zijn geweest en een paar keer sorry hebben gezegd. Maar door die erkenning en door dat woordje sorry, daar zijn wij eigenlijk niks meer opgeschoten. Maar Defensie maken gewoon misbruik van het corona gebeuren. Wacht maar tot alles voorbij is. En door dat wachten en wachten raken wij steeds meer collega's kwijt. En dat doet mij ontzettend veel pijn. Zo sta ik ook eigenlijk te wachten. Wanneer ben ik aan de beurt voor, wat krijg ik nog meer? Want ja, ik zie echt mijn collega's omvallen. Ene week zie ik ze in het ziekenhuis, de andere week zijn ze niet meer. En Defensie, die verschuilt zich gewoon overal achter. Tot zover deze aflevering vanuit mijn huis. Volgende week weer een quarantainevrije hofbar. En dan ga ik nu weer even naar mijn kinderen. Zin aan.